Fotovrienden, welkom bij de allergroenste aflevering van de Fotoclub des Vaderlands. Want als er één genre is binnen de fotografie wat een inspiratiebron is voor echt honderdduizenden fotografen, dan is het dit: de natuur. Voor mij een raadsel. Voor mij is natuur pas een fotoonderwerp als onze eigen diersoort zich ermee gaat bemoeien. Gecamoufleerde telefoonmasten of kunstgrastapijtjes in de voortuin, klimopbestikkering op de klikobak. Maar toch, natuur is het allerpopulairste genre binnen ons vak. Waarom gaat deze fascinatie eigenlijk compleet aan mij voorbij? We gaan het vragen aan de deskundigen. Misschien zien zij dingen die ik niet zie. We beginnen bij Anne. Hey, Anne! Dit is Anne. Ze maakte ooit een heel gedetailleerde encyclopedie van haar volkstuin, stampte daarna een prijswinnende fotocarrière uit de natuur en organiseerde ook het Europees kampioenschap tuinkersgroeien. We staan hier echt in een stuk keiharde natuurbeleving. Ja. Maar waar zie jij nou het foto-onderwerp? Overal. Alles kan hier een foto-onderwerp zijn. Van de grasprieten tot het konijnenhol achter je. Eigenlijk alles. Meestal verzamel ik materiaal, neem ik het mee naar mijn studio en dan scan ik het in. Eigenlijk is de scanner jouw camera. De scanner is vaak mijn camera, ja. Ja. Ik heb een serie van 338 klavertjes 4 die ik in één maand gevonden heb. Ik heb een Europees kampioenschap tuinkersgroeien georganiseerd. Dan heb ik zakjes tuinkers besteld uit alle landen van Europa. Een serie vogelpoep. Het zegt eigenlijk iets over de hoogte en de snelheid van de vogel. Wauw. Waar komt jouw drang tot orde eigenlijk vandaan? Wij mensen willen eigenlijk alles weten. En daar, met dat idee, speel ik eigenlijk ook een beetje. Dat ik eigenlijk in alles informatie kan zien. Door het een beetje op een absurde manier te ordenen, laat je eigenlijk ook zien dat die poging absurd is om dingen te om de natuur te ordenen. Dus als ik jouw werk bekijk, dan zie ik natuur. Maar eigenlijk is het ook commentaar op de menselijke instinctieve drang om alles maar in overzichten, in schema's, in grafieken. Het is niet per se een kritiek hoor. Het is meer gewoon om dat te laten zien. En dat, ik heb dat zelf ook. Hoe ben je er eigenlijk opgekomen om een serie te maken van blaadjes die allemaal een uitgevreten stukje hebben wat precies een letter van het alfabet is? Ik kan me nog herinneren dat ik de letter A vond. En toen dacht ik, oh, wat grappig, zouden ze ook meer letters kunnen? Dus toen, het begon gewoon bij één letter eigenlijk. En toen, dat is heel verslavend. Dan kan je eigenlijk niet goed meer stoppen. Nou, ik weet dat ik er op één dag 3 vond. Ja, dan ren je naar je scanner. De D, die heb ik nog niet. Ja. Oh, die kunnen we nou even zoeken. Ja, hebbes! Kijk, een... C. Een C. C van... Kloten. Sorry. Jammer. Nou, we laten Anne nog maar even naar haar D zoeken. Tijd voor een andere D. Die van duivenfotografie. Want wat voor de een vliegende rat is, is voor de ander een ongekend natuurverschijnsel. Ah, Robert. Dit is Robert. Hij had ooit een hele snelle duif met de naam Simply Red. Dienstfaam en zijn zelfgemaakte foto gingen de hele wereld over. Sindsdien fotografeert hij van Koeweit tot Hengelo. De mooiste duiven in zijn portable studio. Hele goede morgen. Hey, jij bent duivenfotograaf, hè? Jazeker. Kan jij mij zo vertellen hoe je nou een goede duivenfoto maakt? Ik kan je er van alles over vertellen. De keuken. Dit kan gewoon duivenfotografie in de keuken. Dit is feitelijk alles wat je ervoor nodig hebt, klopt. Super. Het is een hele kleine studio. Ja. Het gaat erom dat je de duif zo optimaal mogelijk verlicht. Ja, dus je hebt gewoon zo'n productfotografiebox met
Egaal ligt erin. Ja, klopt. Ja, was al duivenliefhebber voordat je duivenfotograaf werd, hè? Klopt. Ja. Ik had een hele snelle duif, ja. Een Simply Red heette ze. Iedere keer als Simply Red gekorven werd, dan plaatste ik op Twitter. Over de hele wereld kreeg je dan nog felicitaties en dergelijke. De Simply Red heeft jou eigenlijk ook groot gemaakt als duivenfotograaf. Klopt, ja. Klopt. Ja. Want een aantal weken nadat ik op een gegeven moment Simply Red op de foto gezet heb, toen kreeg ik eerst een telefoontje vanuit Kuwait om foto's te gaan maken. Wow. Ja. Uit Kuwait. Uit Kuwait. Ja. Hoe maak je nou zo'n goede duivenfoto waar je ook tot in Kuwait aan toe mee kan communiceren? Ja. Ik heb hier mijn 62. Je 62? Mijn 62. Ja. Zo heet de duif? Ja, dus fameuze 62. Ik begin altijd eerst met de pootjes netjes schoon te maken. Dus de 62 is het meest ervaren fotomodel wat je hier hebt zitten, Robert? Ik denk meest ervaren van heel Nederland. De Duitse kroes in Duiveland. Ja, zou je het bijna zeggen. Ik zorg er altijd voor dat de veertjes mooi glas zitten. En dan is het showtime. Belangrijk is dat ik de duif van de zijkant op de foto zet. Ja. En in de tweede stap ga ik dan vervolgens een close-up foto maken van het oog. Ja. Ja, niet te veel knipperen, 62. Wow. Alsof je in een nieuwe dimensie ingaat, hè? Als je heel goed naar het oog kijkt. Klopt. Het lijkt wel een planeet, hè? Het is heel mooi. Het is heel mooi. En wat de liefhebbers denken, en dat is een klein beetje een geheim. Als deze kleur mooi rondloopt. Dat is geel. Het is geel. Als dat helemaal mooi rondloopt, dan is het een perfecte doorgeven van genetisch materiaal. Ik wil niet lullig doen, Robert, maar ik zie wel dat er een soort inkepingje hier zit. Dat is helemaal waar. En deze inkepingen, dat heeft dan weer puur te maken dat het ook een hele goede vlieger is. Wij geven de duif altijd hele spannende namen. Ja. Blue Bliksem, Topstar Bliksem, de Blauwe Rudet, Playboy Wittenborbuik Junior, Dubbel Bliksem, de Turbo Bliksem en dan natuurlijk de dochter Nieuw Bliksem. Hier zie je bijvoorbeeld de zoon van de Harry. En dit is de Beauty Harry Collection. Dit zijn allemaal duiven. Die hebben dan weer verwantschap met Harry. Dat is echt een dynastie, hè? Dat klopt inderdaad, ja. Ja, tegenwoordig wordt het meer een beleving. Ja. Ik probeer toch meer een beleving van te maken. En wat ik dan voor dit soort objecten erg leuk vind, is om dit dan zo in elkaar te zetten. Mm-hmm. Ik monteer dan vervolgens wat racegeluiden achter. Dat doet het op social media echt heel goed. Wauw, dus je maakt er ook eigenlijk een filmische beleving uiteindelijk van. Ik maak er ook een filmische beleving van. Ja. Denk je aan een Porsche, dan is dit een Porsche. Denk je aan een Harry. Ja, ik weet niet wat ik bij een Harry moet voorstellen. Dus ik maak daar in dit geval gewoon een zakelijke presentatie van. Ja, ja, de klant is koning. Een Porsche in onze natuuraflevering. Dat had ik niet verwacht. Volgens mij dwalen we wat af. Op naar een fotograaf met de meest diepgravende, authentieke insteek binnen het natuurgenre. Hey, Diana. Dit is Diana. Ze werkte jaren in opdracht als illustratieve fotograaf, dook op een gegeven moment het underground leven in en raakte fotografisch verstrikt in de allermooiste wortelstructuren. Wanneer ben jij nou de wereld onder de grond belangrijker gaan vinden dan boven de grond? Ja, dat is denk ik toch wel alweer 10 jaar geleden. Ja. En begon eigenlijk allemaal met een beeld dat heet, in het Engels heet dat rootbound. Dus dat is eigenlijk een plant die veel te lang in een pot bleef. Maar je was met andere projecten bezig. En dat foto dat hing dan 2-3 jaar aan mijn muur in het atelier. En ik deed er maar niks. En ik dacht, ik moet er iets mee doen. En op een gegeven moment ben ik begonnen het te fotograferen. Ik begon eigenlijk met een verzameling van vazen die ik had. Honderden. En ik heb honderden verschillende soorten laten groeien. Wauw. Dus de paardenbloem bijvoorbeeld hier. En de wortels nemen de vorm aan van de vaas. En op die manier blijft die vaas over. Ah, dus hier is jouw fascinatie voor de betere wortelfotografie eigenlijk begonnen. Ja, precies. Het is echt zo'n eye-opener dat gewoon de,
die wortelstructuren zo erg concurreren bijna bij de plant en de bloemenpracht. Ja. Ja. Ja, en omdat ik eigenlijk begon, ik heb zoveel geleerd aan het project van de functie van het wortelsysteem, dat ik dacht, nou, ik zou het eigenlijk willen benaderen als garen en willen weven. Ik ging naar de Radboud Universiteit, want dat zijn de plantwortels-experts. Ze hebben ook een plantwortellab en ongelooflijk. In Europa zijn ze daar heel groot in. En ze zeiden, nou, dat met dat weven, dat gaat niet lukken. Maar kom maar, je mag gewoon bij ons werken en uitproberen. Zij vonden dat heel leuk. Na een jaar is het mij wel gelukt. Ja, heb ik een techniek ontwikkeld die dat plantwortelsysteem gewoon verweeft. Ja. Eureka. Kan je me uitleggen, hoe heb je nou hier precies mee gewerkt? Merk je een soort mal of hoe werkt het? Ja, nou dat is dat zijn soort schablones. En veel meer zeg ik daar nooit over. Oh. Dus ik ben er heel geheimzinnig. Het is het geheim van de smid natuurlijk. Ja, ja, de verwondering is veel, veel beter dan, ja. Ja, ik snap het. Deze prachtige vormen, die bedenk jij eigenlijk hoe de plant moet groeien, toch? Het is... Ja, precies. De ontworpen patronen zijn allemaal gebaseerd op natuur. Dus op hoofdzakelijk de geometrische orde van de natuur. De natuur zelf, die heeft al eigenlijk... dirigeert wel de vormen die jij weer gebruikt. En dat is zo apart, dat het eigenlijk lijkt alsof het al door mensen gemaakt is. Maar de natuur heeft deze ongelooflijk sterke patronen zelf ontworpen. En ik gebruik ze ook weer. En het wordt ook door architecten heel veel ingezet. Ja, dat noem je biomimicry. Dus daar wordt de natuur eigenlijk geïmiteerd. Omdat de natuur het eigenlijk veel beter bedacht had dan de mens het ooit zou kunnen verzinnen. Ah, de natuur heeft gewoon veel meer te vertellen dan ik dacht. Als we de verzamelingen van Anne hebben, duivenoog van Robert en de wortelstructuren van Diana, dan kunnen we stellen dat de natuur de mens volledig boven de pet gaat. Misschien moet ik ook nog eens even beter gaan kijken naar de natuur. Dan kan ik mijn vooroordelen in de GFT-bak gooien. En dan nog de huiswerkopdracht. Laat zien wat de natuur jou vertelt en slaat je mooiste werk in de DM van de Fotoclub des Vaderlands. Dan bespreken we de komende week de mooiste inzendingen op Instagram Live. En misschien win jij wel de Natuurprijs des Vaderlands. See you later, alligator. Naar de Fotoclub des Vaderlands. We zijn helemaal nooit meer terug, dus ga lekker met de kerstdagen op vakantie en maak zoveel mogelijk foto's als je wil. Tabé!